Hoe voelen ze? Nee, fantastisch. Ja, het voelt lekker. Dit is niet gek of zo, weet je. Kijk, normaal kan je een pijl dus hier achterin gooien. Nou, dat kan dus hier al niet meer. De flight kan ook niet op de grond vallen. Nou, dit is echt wel serieus over nagedacht. Ja, dat is even wennen. Maar, als je er even mee gooit, dan valt het als een malle. Wij hebben om die precisie van darts in kaart te brengen, hebben een robot ontwikkeld waarmee we iedere keer precies dezelfde warp kunnen doen. Maar we kunnen ook kleine foutjes inprogrammeren, waardoor we kunnen zien of een dart meer of minder gevoelig is voor die kleine fout van de darter. Voornamelijk hebben we eigenlijk de shaft vervangen met iets wat functioneel is. Dus we zien hier een extra vleugelprofiel en we hebben de vleugels naar achter gebogen. Hij is minder gevoelig voor die wiebelende beweging die er in de lucht ontstaat. En daardoor vliegt hij rechter door de lucht. Leuk natuurlijk, eerste keer. Er is nog nooit wetenschappelijk onderzoek naar darts gedaan, überhaupt. Dart is eigenlijk nog best wel een amateuristische sport wat dat betreft. Dus ja, het is echt leuk. En nu heb je vandaag al die testen gedaan. Je moet altijd kijken ook naar de toekomst. En wie weet, ook al is het maar een paar procent meer, kan het wel helpen in de toekomst. Dat is focus, ja. Dat is ja, wel of geen concentratie. Ik kan dat je na 40 jaar niet uitleggen. Maar als de pijlen beter zijn, is de kans dat je ook beter gaat gooien. Ja, zeker. Zeker ja. Weten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.